de Eddies hier. Goeiedag. Hoi. Linda, vertel eens, waar zijn we? We zijn bij de waterbuffelfarm in Oldenmarkt. Een waterbuffel is gemiddeld kleiner dan een koe. Ze kunnen niet loeien, ze knorren. En ze hebben gekke horens en hun ogen staan anders. Vandaag dus meer over de waterbuffel. Oeh. Daar willen we meer van weten. Ja, kom, precies. Laten we even verder kijken. Carina, waar staan we hier? We staan bij ons op het bedrijf bij de waterbuffelfarm in Oldenmarkt. En nou, zoals je kan zien heb ik net mijn kleine kalfjes even wiks gegeven. En ja, dit zijn eigenlijk onze kleine dieren die allemaal nog melk krijgen. En ja, dat is het beginpunt om lekker vlees te maken. Hoe oud zijn deze? Deze zijn vanaf 3 weken tot ongeveer 3 maanden. En dan die periode krijgen ze altijd nog melk, zeg maar. Hey, en als zo'n kalfje geboren wordt, ja, hoe zwaar is die? Hoe zwaar is die? Bij ons worden de kalfjes niet geboren. Wij kopen ze aan vanaf 3 weken oud, omdat wij alleen maar mannelijke dieren hebben. Ja. Dus eigenlijk, wij zien ook bij een cluster, dat noemen ze het mannenvlees. Oh, ja. Dus wij proberen eigenlijk het mannenvlees te vermarkten. Ook omdat daar gewoon weinig vraag naar is. Hetzelfde als de geitenhokjes en de haantjes. En dus wij kopen eigenlijk van een aantal buffelhouders de mannelijke dieren om die weer ja, op goede plek neer te kunnen zetten aan. Wat is de hechtkant van de waterbuffel? Dit zijn de Aziatische waterbuffels die wij hebben, dus echt voor de melk zeg maar, die in Nederland zijn. Ja. En die komen vaak uit Azië, Thailand, Nepal, dus echt ja, de Aziatische landen. Ja. Dus, ze hebben een keiharde schedel. Wij halen dus ook de horens en zo er niet af. Dat mag ook niet. Dat hoeft ook niet, want ze zijn niet, eigenlijk de horens staan naar achteren toe. Hè. Maar die koppen die zijn zo keihard, dat ja, die horens die groeien helemaal naar binnen. Horens zijn ook allemaal warm. Ja, pas op, met deze vindt het gewoon niet grappig bij ons vandaag. Okay. Dit is niet ons vriendje, zeg maar. Dus, en dat maakt ze dus echt heel gevaarlijk. Ja, ze zien er allemaal heel lief uit, maar hun kracht is echt, nou die koppen, en dat maakt ze echt gevaarlijk. Dus ze doen de kop naar beneden en ze rammen je echt, nou ja goed, dus dat zeg ik. En ze horen uiteindelijk bij de dodelijkste top 5 hè, van de dieren. Ja, dus, ja. En als je ze zo ziet, dan denk je, ach lief dingetje, maar de kracht is, dat maakt ze gewoon gevaarlijk. Dikke vacht, stevige poten, harde kop. Ja, taaie huid. Taaie huid, dus goed voor het leren, dus dat is ook leuk. Ja. Dus en gewoon hoe lulliger dat klinkt, ja, ze zijn gewoon lekker voor de zuivel en lekker voor het vlees. Ja. Ja. Ja, dus we vermarkten het hele dier van de zuivel en van het vlees. Ja. Ja. Mooi. Ja. Kom maar. Weet je wat zo leuk is aan de waterbuffel? De waterbuffel staat veel dichter bij de natuur. Hij heeft grove poten, een brede kop, dikke vacht. Ook een waterbuffel heeft 4 magen en herkoud. Een waterbuffel is wel een stuk kieskeuriger dan een melkkoe. En zijn voeding komt dus heel secuur. Ja, we staan hier in het weiland bij de waterbuffels. Nou, wat we net al zeiden, de waterbuffels staan heel dicht bij de natuur. Dat betekent dus ook dat ze in het weideseizoen gewoon buiten in de wei lopen. Lekker relaxed. Nou, wat wil je nog meer? Carina, ja. Wat maak je eigenlijk allemaal van de waterbuffel? We staan hier bij de afdeling zuivel. Ja, klopt. Nou, wij hebben natuurlijk de buffels voor het vlees. Ja. En mijn collega's die melken ze dus. En ik koop dus de mozzarella. Dit is dus burrata toevallig. Maar burrata is? Burrata is ook van een waterbuffel. Je hebt burrata, yoghurt, feta, melk. Nou, en uiteraard de buffel mozzarella, die is het bekendst inderdaad. En dan hebben we ook nog... dit is de burrata, sorry. En dit is de... Ik moet ook altijd even kijken, want het is natuurlijk niet mijn afdeling. Mijn collega maakt het. Dus dit is de ricotta. Ja. Ricotta. En dat zijn de echte buffelproducten die ze maken. En gewoon in Nederland. Dus ik koop het hier van mijn collega en ik verkoop het weer in mijn buffelwinkel. Ja. Dus, maar goed, dit is nu eigenlijk wel het bekendste, hè? Want de meeste mensen wel kennen natuurlijk. Kijk, ja, de mozzarella. De mozzarella. De buffelmozzarella. Die heb je dan in klein, groot en nog groter. Kijk hier. Zit een cicadelapje en de borst, de bavette van de waterbuffel. Hier hebben we de bil en de staartbeen.
Lekker. Ik krijg er honger van. Ja, Carina, we staan hier bij het eindproduct. Dus kun je ons daar meer over vertellen? Van hoeveel vlees hou je over van een waterbuffel? Hoeveel kilo is dat? En wat voor vlees? Ja. Nou, we hebben als ze 2 jaar oud zijn, 2 jaar en 2 maanden hooguit, dan laten wij ze slachten bij een huisslager in Friesland. En als ze dan geslacht worden, wegen ze ongeveer tussen de 6,500 kilo, 6,500 kilo. En dan houden we ongeveer een kilo of 300, 350 over. Aan vlees. Aan vlees, ja. En dat varieert van het luxe vlees van een entrecote tot aan een haasbiefstuk. Maar van die 3,500 kilo wat we overhouden, is er natuurlijk ook nog weer een soort restproduct. En dat zijn bijvoorbeeld botten, lever, de spieren laten we roken en drogen. Dus eigenlijk het hele dier wordt vermarkt. Ja. Mag ik even vragen? Ja, dat kun je, wat doen ze hiermee? Dit is voor de hond of de kat. Ja. Dus dan gaan we niet zelf knabbelen. De klauwen. Nee. Ja. Maar goed, anders wordt het weggegooid, zeg maar. Dan wordt het ter destructie aangeleverd. En nu gebruiken wij eigenlijk het, bijna het hele dier. Dus tong, lever, botten gebruiken we. Soep, mergpijpjes, soepschenkels. De huiden laten we ook nog vaak looien weer. Niet altijd. Het ligt een beetje aan het weer buiten of we ze kunnen laten looien. En anders worden ze allemaal verkocht voor de schoenmakerij en dergelijke. Dus ja. Ja. En goed, de hardlopers zijn natuurlijk bij ons ook de droge borst. En dat is ook allemaal buffel. Ja. Dus zo kunnen we eigenlijk heel veel voor het dier maken en eigenlijk het hele dier ook weer vermarkten. Ja. Behalve de ingewanden, dat wordt lastig. Ja. Ja. Hey, ik weet wat wij vanavond eten. Hamburger, maar dat is geen gewone hamburger. Nee, dit is een buffelhamburger. XXL. Hey, Carina, we willen jou bedanken dat we vandaag bij de waterbuffels hebben mogen kijken. Ja. Sturen leuke, mooie dieren. Absoluut. En we geven je hierbij de sticker. Oh, gaaf. Bent leuk. Helemaal wat Eddie-proof. Oh, wat leuk zeg. Oh, nou, gaaf. Ik ga hem op mijn deur plakken als je het goed vindt. Super, doe dat. Kan iedereen zien in de winkel hoe of wat. En als ze wat willen weten, dan volg ons op Facebook. Wat Eddie. Leuk. Helemaal gaaf. Bedankt.